Wat een feest hier vanmiddag. Ja, een happening. Ja. Maar ja, eigenlijk is het toch gewoon een hele treurige dag. Nou, we hebben het van de week al met Lex Harding ook over gehad. Het is de dag met gemengde gevoelens. Want ik begon natuurlijk het Demis Roussos verhaal. En dat was voor mij het belangrijkste. En toen dat naar Athene vertrok, toen dacht ik van ja, weet je wel, het is wel een beetje. En toen hebben we die Golden Years of Dutch Pop Music nog een keer gedaan. Ook leuk. Maar op een gegeven moment kwamen er gewoon te weinig mensen, moet je eerlijk in zijn. En dan moet je gewoon niet meer verder gaan. Nou ja, dus het is een mooie periode geweest, maar het is goed dat je afgesloten was. Anders zou het veel te veel geld kosten. Ja, anders gaat het veel te veel geld kosten. Maar dat is nog niet het eerste, want we wisten al van tevoren dat het natuurlijk heel veel geld zou kosten. Maar het gaat er ook om, het moet wel zin hebben. We hebben dagen gehad dat er 4 mensen kwamen en dan is het niet leuk. Kijk, de laatste maanden was hartstikke druk omdat iedereen wist dat het dicht ging. En dat maakt het juist leuk, want dan heb je de 300 mensen in het weekend. En dan is het heel gezellig, als het altijd zo was. Ja, maar dat is dan blijkbaar niet zo. Nee, ik denk dat alle mensen die het graag hebben willen zien, dat die het ook gezien hebben. Wat gaat er gebeuren met, laat ik zeggen, de erfenis? Nou, heel veel gaat het museum Rockhard toe, die ook heel veel een bruikleen heeft gegeven. Er gaat veel naar de Stichting Noordenaar, die dat ook aan ons gegeven heeft. En voor de rest naar particulieren, maar ook Beelden Geluid en de Avro Trost, die hebben dingen beschikbaar gesteld. Allemaal terug naar die mensen die dat in bruikleen gegeven hebben. En nou heb je een beetje tijd over, en wat ga je daarmee doen? Ik ga met pensioen, joh. Pensioen, wat is dat? Nou, ik ga het wel een stukje rustiger aan doen. Nee, ik ben echt, ik vind 192 gaat natuurlijk gewoon door, dat is het allerbelangrijkste. En dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen. Dus en de rest, ja, ik doe het gewoon wat rustiger aan. Ik ga mijn dochter inwerken in de zaak. Ik wil het misschien gaan doen en dan ga ik kijken met mijn vader of ik het misschien kan overnemen. Want het lijkt me wel echt ontzettend leuk om te doen. Alleen dan iets meer richting mijn eigen muziek. Want je vindt de jaren 70 maar gewoon oude lullen muziek? Nou, ik heb het zo vaak gehoord dat het gewoon helemaal ingestampt is. Dus ik dacht, ik wil wel een keer iets van mezelf horen. Maar ja. Wat zijn dan jouw favoriete artiesten? Oh, dat zijn er zoveel. Ik luister alles door elkaar heen. Dus ik zou er niet één op kunnen noemen eigenlijk. Nee. Nou is jaren 90 station, om het maar zo te noemen, ja. Dat is één. Maar is het dan ook de bedoeling dat je uiteindelijk de zaak van je vader overneemt? Dat is wel de bedoeling. Dus eerst nog een tijdje samenwerken en als hij straks met pensioen is, dan neem ik alles over. Hij zei tegen mij, ik ga met pensioen, dus dat is binnenkort. Ja, hij is nogal oud, dus dat is inderdaad binnenkort, ja. Dus dat is mijn bedoeling. Nou, u zei net, je komt nou in de mooiste kamer. Waarom is dit de mooiste kamer? Omdat daar de mooie schepen staan, hè. Zijn wel door mij gebouwd, maar het is wel het mooiste wat er is. Ja, waarom? Kun je dat uitleggen? Nou, omdat alle details kloppen wat ik gemaakt heb. En iedereen zich staat te vergapen hoe precies het allemaal is. En dat is ook de bedoeling natuurlijk als je een model van de schip maakt. Maar hoe lang gaat er dan in zitten om zo'n boot te bouwen? 8 maanden. Tussen 7 en 8 maanden. Afhankelijk van de mast. Er staat 1 schip, daar is een mast, daar heb ik 4 weken aan gewerkt. En het schip van Veronica, was dat moeilijk? Was niet echt moeilijk, omdat ik tekeningen had. Maar hoe kwamen we er nou bij om die zandschepen te gaan bouwen? Wat was daar nou zo leuk aan? Oh, apart, hè? Iets apart. Ik bedoel, iedereen maakt sleeboten, marineschepen en ik ga zandschepen bouwen. Ook omdat het mobiel is. Waar gaan die boten nou naartoe, die modellen? Die gaan allemaal nu naar huis. En dan misschien nader nog naar een ander museum, maar dat is nog niet bekend. But these are wasted words, only wasted words. Let the good times come. The greatest fighter. Kijk, daar heb je Eli Hartman. Ja, meneer Haring. Eli Hartman zelf van Nijkerknieuws.nl. Hoe maakt u het? Ja, heel goed. Hoe is het met jou? Ja, ook heel goed, dankjewel. Ja. Maar wat ik me afvraag, zo'n middag als nu, en na de Lex Show en na het boek Lex Harding, ja. Is het nu wel klaar? Ja. Dat vind ik wel, ja. Ik heb nu 45 jaar de 31ste augustus herdacht. Ik ga het niet meer doen, hoor. Het is mooi geweest. Wordt het eerstvolgende boek een boek over tuinieren? Nee, ja, misschien. Ja, dat bedoel, ik wou wel zeggen nee, maar je noemt tuinieren. Dan ineens denk ik van, oké. Nee, ik ga geen boek meer schrijven, kost veel te veel tijd, joh. Maar dat tuinieren is wel je grote hobby? Dat is mijn passie, ja. Passie zelfs? Ja, dat is mijn passie. Ik doe niks liever. Hallo? We zijn klaar. Okay. Hallo? Is it all?
even zeggen hoe fantastisch ik het vind. En hoe ik veel ik van ze hou, dat heb ik nog nooit zoveel gedaan in mijn leven. Door er hiernaast te staan, naast die twee jongens die zoveel jaren deel hebben uitgemaakt van mijn leven. En nu sta ik er hier, 2019, met jullie. Dat wou ik even kijken. Ja. Ja. Is het 6 uur? Ja. Ik eerlijk heet het 9. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je stond een beetje aan de zijkant. Ik stond aan de zijkant, ja. Waarom stond je niet op het podium? Nou, dit was echt terug naar 45 jaar geleden, het laatste gedeelte. Daar hoef ik echt niet bij. Daar was ik 17, hallo. Ja, maar het museum gaat gewoon dicht. Jouw museum. Jawel, maar het is juist de symboliek dat het 45 jaar geleden is dat Veronica ermee moest stoppen. En dat wilden we overbrengen vandaag met de sluiting van het museum. Ik denk dat dat heel goed gelukt is. Vond je het een raar moment? Ja, ik vond het vooral leuk voor Tineke, Lex en Ad. Want die hebben natuurlijk dat allemaal van dichtbij meegemaakt. En dan nu 45 jaar later zag je toch weer emotie. Dus dat is toch, ja, dat vond ik wel leuk. Ja.